Ja, is wel f- lekker. Sorry, mag ik dat zeggen? En we hebben een klein beetje gewoon echt mayonaise. Gewoon mayo, zeg maar. Het is sowieso... Wow. Rustig, Cavalonero, rustig. Hallo lieve kijkers van RTV Connect. Mijn naam is Demian Parasmo. Ik ben de chef-kok en mede-eigenaar van restaurant Konijnenvoer in Arnhem. We zijn een volledig plantaardig restaurant. Dat houdt in dat we geen dierlijke producten gebruiken in onze keuken. We hebben een Italiaans hart, dus we koken vooral Italiaanse gerechten. We hebben twee zaken eigenlijk op deze locatie. We hebben de Trattoria, daar heb je Italiaans comfortfood. En we hebben de Chique Zaak, daar koken we een 7-gangen verrassingsmenu. En daar nemen we echt mee op avontuur. Vandaag gaan we een polenta gerecht maken, wat heel goed past bij kerst. Je kan het als bijgerechtje of als klein voorgerechtje eten. Laten we aan de slag gaan. Je kan de bouillon gebruiken die je zelf wil. Groenten of tuinkruiden of paddenstoelenbouillon. Dit is paddenstoelenbouillon. Wat zout en peper en boter. Ik heb hier wat plantaardige parmezaan. Die maken wij zelf. Maar je kan natuurlijk elke plantaardige kaas gebruiken die je toevallig kan vinden in de supermarkt. Het is ook iets wat je kan weglaten. We hebben zwarte peper. Die maal ik in de vijzel. En we hebben een klein beetje gewoon echt mayonaise. Gewoon mayo, zeg maar. En we maken het af met balsamicoazijn. En dit is de Cavolo Nero, de palmkool. Prachtige Italiaanse groenten. En natuurlijk de cranberries. We beginnen met de polenta, die gaan we koken. We hebben water aan de kook gebracht, dit is precies een liter. We voegen daar een bouillonblokje aan toe. En dan roer je hem even door met een garde totdat deze opgelost is. Onze bouillon kookt. We gaan alvast even een bakplaat klaarzetten. Dit kan ook een ovenschaal zijn of het kan zelfs een bord zijn. Wat belangrijk is dat je hem een paar druppeltjes water erop doet en daarna een stukje plastic folie. Die leggen we op de bodem, zodat we de polenta makkelijk kunnen storten als deze is gestort. Dat hij niet blijft plakken aan je bakplaat. Bouillon kookt, bakplaat staat klaar. Nu gaan we de polenta toevoegen. Wat belangrijk is dat we met een garde rustig roeren één richting op. Op het moment dat we de andere kant op gaan, heen en weer, dan kunnen de klontjes komen. Dus het is belangrijk dat we de polenta rustig toevoegen. Gewoon beetje bij beetje. En je roert één kant op. En op het moment dat het bouillon helemaal is opgenomen door de polenta, haal je hem gelijk van het vuur. En dan voegen we een handje van onze kaas toe. Voegen een paar klontjes van de boter toe. We halen de garde eruit. En we gaan over op een spatel. En dan roeren we langzaam de polenta door, zodat de boter en de kaas helemaal is opgenomen. Wij gebruiken plantaardige boter daarvoor, maar je kan hier in principe alles voor gebruiken. Je zou ook goede olijfolie kunnen gebruiken. En als de boter is opgenomen, storten we het allemaal in onze bakplaat. En dan spreiden we het helemaal uit, zodat de hele bakplaat bedekt is. Zoals je ziet, de voorbereiding is heel erg snel. Je hebt met 10 minuten een kwartiertje, kan je polenta afstorten en dan moet hij even afkoelen. Dat duurt wel minstens een half uurtje. En daarna is hij klaar om te frituren of om te bakken. Dus het is eigenlijk heel snel. Oké, de polenta gaat in de koelkast. En na een half uurtje is hij helemaal klaar. Helemaal hard geworden. Zo snel kan het gaan. Hij is ook twee keer zo klein. Nee, maar dat is de magie van de televisie. Als je de polenta gaat storten, zorg ervoor dat je even met een mes langs alle randjes gaat. Als je de polenta gaat snijden, helpt het als je je mes een beetje nat maakt. Een beetje koud water. En dan kan je hem in hele mooie plakken snijden. We snijden de polenta nu in frietjes. Maar voel je vrij om de vorm te kiezen waar je zin in hebt. Net wat je leuk vindt. Je kan ook driehoekjes maken. Of vierkantjes. Of je kan koekjesstekers gebruiken om een andere leuke vorm te krijgen. We gaan deze frietjes nu paneren. En het paneren gaat gewoon in de ongekookte rauwe polenta. We wentelen ze goed om, zodat ze helemaal bedekt zijn. En zo. En dan hebben we hier een portie gepaneerde polenta. Die gaan we nu frituren. Mandje omhoog. Polenta erin en dan laten we hem rustig zakken. En we frituren deze ongeveer 2-3 minuutjes. Ik weet nooit zo heel goed wat de tijd precies is, maar je moet gewoon kijken als ze goudbruin zijn en er lekker uitzien, zijn ze klaar. Dat is heel vaak met koken. Hè? In plaats van de recept precies volgen, je kan beter kijken naar, ziet het er goed uit. Heb ik genoeg zout, even proeven, weet je, proef alles. En gebruik gewoon je zintuigen. Ziet het er lekker uit. Polenta is inmiddels goudbruin. We zijn denk ik zo'n 4 minuten verder. Klein beetje het vet eraf schudden. En in een bak met wat keukenrol.
Eigenlijk alles wat uit de frituur komt bij ons, dat zouten we onmiddellijk af met een beetje fijn zout. Dan wordt het gewoon krokanter. Dat neemt een klein beetje extra vocht op. En dan, als het afkoelt, dan blijft het zijn krokantheid behouden. Dus we zouten alles gelijk uit de frituur. En we hebben... Niet eens voor de smaak? Ja, ook smaak natuurlijk. Maar het is vooral dat het krokant blijft. En dan zouten we het straks nog even helemaal af voor de smaak. We hebben de polenta, mooi gefrituurd. We hebben een bord uitgekozen en we gaan nu opmaken. Naar boven? Gaan we naar boven. Alright. Oké, we gaan onze groenten bereiden, de cavolo nero. We snijden eerst bij de bodem snijden we de bladeren af, zodat ze allemaal los zijn. Vervolgens zie je dat je een hele dikke nerf hebt bij cavolo nero. We gaan die eruit halen. Dat doe je gewoon door met je mes langs de nerf te snijden. En dan kan je hem er zo uittrekken. En dan hou je alleen maar de malse bladeren open die we gaan gebruiken. We hebben een pan die aan het opwarmen is. Daar doen we een beetje extra virgin olijfolie in. En daar doen we de cavolo nero bij. Dit gaat spetteren, dus strik nu. En voor de mensen die zich nu afvragen, waar is het vlees in dit gerecht? Waar is het vlees? Ja, er zit geen vlees bij dit gerecht. En dat is eigenlijk ook helemaal niet nodig. Het is sowieso... Wow. Rustig, cavolo nero, rustig. Het is sowieso gewoon een bijgerecht. Weet je, en het is... we zijn gewoon heel erg gewend dat we met elke maaltijd en met elke gang... en elk bijgerecht hopen dat het allemaal vlees is of dierlijke producten. Maar we moeten een beetje gaan omdenken. We moeten wat nieuwe manieren en technieken weer leren kennen, die al lang bestaan. Dat we gewoon heel lekker en gezond kunnen eten, zonder zoveel dierlijke producten. Deze kool, je ziet dat de kleur ook veel dieper is geworden op het moment dat hij gaar wordt. We doen er gewoon een klein beetje zout bij. En een beetje kerkvermalen peper. En that's it. En dat laten we nog een seconde of 30 gewoon even in de pan, zodat de cranberries door en door verwarmd worden en iets zachter worden. Nou, we gaan het bord opmaken. We beginnen met de huistuin- en keukenmayonaise waar ik het eerder over had. Die gaan we een klein beetje oppimpen met een beetje maple syrup. Goed doorroeren. En dan leggen we ongeveer 1 eetlepel in het midden van het bord. En dat is een beetje het canvas voor de polenta die we gaan opmaken. Dan gaan we de polenta op het bord doen. En je kan met de opmaken ook echt je creativiteit gebruiken, weet je. Doe wat je wil. We maken nu een soort van Jenga-toren. Dat is wel leuk. En dan doen we een klein beetje heel mooi grof zout. En peper. En dan gaan we de cavolo nero erbij doen. Die is inmiddels ook een klein beetje krokant geworden. En gebruik gewoon lekker je handen met dit soort dingen. En dan maken we het tot slot af met een beetje mooie balsamico azijn. Dat is onze gefrituurde polenta met cavolo nero, panko, zoete cranberries, maple syrup, mayonaise en balsamico azijn. Kind kan de was doen. Fijne kerst allemaal. Geniet ervan. Maak mooie dingen en eet het lekker met elkaar op. Dankjewel voor het kijken. Ciao. Ja, zo lekker. Sorry, mag ik dat zeggen? Super lekker. Dit is gewoon krokant, mayonaise, zoete cranberries, een beetje groente erbij.